Het duurt niet zo lang meer of ze gaan weer met duizenden over de toonbank. De dozen met kleurpotloden die Sinterklaas zo graag cadeau geeft. Vroeger kwamen ze allemaal uit het buitenland. Maar al geruime tijd worden ze nu ook in Nederland gemaakt. In plankjes cederhout worden gleuven gefreesd, waarin vervolgens lijm wordt gespoten. In een volgend proces worden de op maat gesneden stiften, die nog wel geïmporteerd worden, machinaal in de gleuven gelegd. 9 stuks naast elkaar. Hierna wordt er aan de bovenzijde eenzelfde plankje op vastgeperst, waarna elke combinatie in weer een freesmachine veranderd wordt in 9 potloden. Al naar de kleur van de stiften worden de cederhouten potloden dan vervolgens in lakmachines van een kleurige huid voorzien. Nadat de potloden aan één der uiteinden een witte punt hebben gekregen, worden ze gestempeld met nummer en naam. En op een schuurschijf worden dan tenslotte heel ingenieus de punten geslepen aan de potloden, waarmee vooral kinderen kleur geven aan hun getekende fantasieën.